Yes. Van harte welkom allemaal. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe livestream van het Filosofisch Café Nijmegen. Of u nou per toeval ons digitale café binnen bent komen rollen, of dat het al een week lang in de agenda staat, ga lekker zitten, pak een biertje erbij en laat u overrompelen door het programma dat we voor u hebben samengesteld. Toeval. Ja, zoals u in de aankondiging kon lezen, gaan we het vandaag over dat thema hebben. Hiervoor hebben we Klaas Lansman uitgenodigd. Hij is hoogleraar wiskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen, heeft een bijzondere interesse in kwantummechanica en heeft in 2018 een boek geschreven over toeval, getiteld Naar alle onwaarschijnlijkheid. Na zijn lezing zal Klaas in gesprek gaan met Carla Rita Palmerino. Zij is hoogleraar geschiedenis van de moderne filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, met een deskundigheid op het gebied van filosofie en natuurwetenschappen van de 17e en 18e eeuw. En tevens is zij het nieuwste lid van de redactie van het Filosofisch Café. Later op de avond zal er ook nog een column worden voorgedragen door Kierke Otto. Zij heeft filosofie in klassieke talen gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en doet nu een research master ook aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Mochten jullie vragen hebben tijdens de stream die jullie zouden willen voorleggen aan een van onze sprekers, laat ze vooral achter in de chat en dan zal ik ze later in de avond het gesprek inbrengen. Mijn naam is Olaf en ik ben lid van de redactie van het Filosofisch Café Nijmegen. En een fijne avond allemaal. Klaas, the floor is yours. Dankjewel voor de organisatie en ook voor deze inleiding. Ben ik goed te verstaan? Nou, bij gebrek aan nee, ga ik daarvan uit. Ook namens mij welkom in dit filosofisch café. Ik zal proberen om een enigszins filosofische inleiding op het begrip toeval te houden. Ik denk er al heel lang over na, maar ik ben daar eigenlijk nog steeds niet helemaal uit. Of beter gezegd, ik ben daar niet helemaal uit of helemaal niet. Er is nog heel veel te begrijpen en zelfs het geven van zo'n presentatie helpt mij zelf ook om het onderwerp nog beter in kaart te brengen. De opening slide die bevat een schilderij, wat voor mij een van de twee beste schilderijen is, überhaupt, in ieder geval van de 20e eeuw. Het is heel herkenbaar als een schilderij van Jackson Pollock. En hoewel ik niet denk dat hij dit zo bedoelde, is dit voor mij echt bijna de ultieme uitbeelding van een begrip van toeval. Het antieke begrip van Epicurus uit de 4e eeuw voor Christus, die kwam net als Pythagoras uit het eiland Samos, waar nu een heel triest vluchtelingenkamp is. En hij dacht dat creativiteit en vrije wil en eigenlijk alles wat interessant is in het menselijk leven, tot stand komt omdat atomen eigenlijk afwijken van het rechte pad. Dat is de zogenaamde zwenking. En je zou kunnen zeggen dat hij hier heel mooi is afgebeeld door Pollock. Hoewel dat mogelijk dus niet zijn bedoeling was. De portée van dit verhaal van nu, wat ik denk ongeveer een half uur zal duren, is echter dat er heel erg veel verschillende vormen van toeval zijn, waar dat van Epicurus er maar één van is. Waar het trouwens verder alleen historici het nog over hebben. Dus ik zal om gewoon een beetje op gang te komen als een opwarmer eens een kleine fenomenologie geven van een aantal voorbeelden die enigszins uiteenlopen en de hele rijkwijde van het begrip weergeven. Dus één voorbeeld wat mijzelf is overkomen, dat is dat ik mijn geliefde heb ontmoet op de veerboot van Schiermonnikoog naar Lauwersoog. En als je daar even bij stilstaat, is dat een uiterst onwaarschijnlijke vorm van toeval. Dus als je nagaat, ten eerste waren we toevallig en elkaar niet kennen tegelijk daar op vakantie. Dan namen we ook nog toevallig dezelfde boot terug, terwijl er vier per dag gaan. Zij had eigenlijk ook eerst een latere boot willen nemen. En de boot die we allebei namen heb ik zelf bijna gemist door de bus te missen. En verder zijn op zo'n boot wel ongeveer 1000 mensen. En we zaten ook nog tegenover elkaar. Nou, en het bleek een match made in heaven. En nou, dat is dus werkelijk bijna te mooi om waar te zijn. Ware het niet dat het waar is. Maar het is wel een goed voorbeeld om mee te beginnen, omdat ik denk veel mensen die, nou als je die gewoon op straat vraagt wat voor hun toeval inhoudt, die komen eigenlijk met dit soort voorbeelden. En een van de eerste mensen aan wie ik dit vertelde, kijk eens wat er mij nu is overkomen, die zei, nou,
Mijn grootouders die hebben elkaar ontmoet op de veerboot terug van Terschelling. Dus ja, zo heel bijzonder is het dan misschien ook weer niet. Nou, een totaal ander voorbeeld. Dat is uit de biologie, namelijk mutaties van DNA. Dus Darwin die had al heel goed in de gaten dat de evolutie wordt aangedreven door een variatie in het erfelijk materiaal. Hij wist niet wat het erfelijk materiaal was en ook niet waar de variaties vandaan kwamen. Maar het is in de 20e eeuw duidelijk geworden, hetgeen dat varieert, dat is ons DNA. En die mutaties die plaatsvinden, die zijn toevallig in een hele specifieke zin, die duidelijk anders is dan het vorige voorbeeld. Nou, iets wat daarbij aansluit, dat is het derde geval wat ik noem. Dat is dat ogenschijnlijk heel gezonde mensen, die kunnen toch allerlei ziektes krijgen, maar met name kanker en dan bepaalde vormen van kanker, zoals darmkanker. Bijvoorbeeld mijn vader, die is daaraan overleden, die was weliswaar vrij oud al, boven de 90, maar was verder echt kerngezond. En hij leefde ook heel gezond. Dus ik zal later uitleggen in welke zin ik dat als toevallig beschouw. Maar ik denk dat veel mensen dit toch wel begrijpen, dit soort voorbeelden. Het geldt sowieso voor genetische ziektes. Die kunnen ook bijvoorbeeld bij baby's die worden geboren met een genetische afwijking. Dat komt soms echt als een donderslag bij heldere hemel. En daar is meer het woord pech mee verbonden. Maar het is ook een vorm van toeval. Nou, dan weer iets anders. Dat zijn gokspelen, zoals roulette, dobbelen, het gooien van een munt, kop of munt. En daarvan is ook de bedoeling dat de uitkomst daarvan toevallig is. Want anders is het niet eerlijk. Nou, dat is er ook weer een ander toevalsbegrip. Veel subtieler voorbeeld, wat eigenlijk net als het vorige voorbeeld, zo je wilt, uit de natuurkunde komt, wat mijn eigenlijke vak is. Dat is de weerkaatsing of doorlating van licht door glas. Daar staan niet veel mensen bij stil, maar het is eigenlijk eenzelfde soort voorbeeld uit de natuurkunde als radioactief verval. Maar dit is veel dichter bij huis. Het is namelijk zo dat als je naar buiten kijkt op een lichte dag, dan zijn er twee dingen. Je ziet jezelf weerspiegeld. Dus je kan jezelf enigszins zien in het glas. En dat betekent dat het licht wat je zelf naar dat glas weerkaatst van het andere licht in huis, dat kaatst voor een deel terug. Maar mensen buiten, die zien je ook. Dus het licht wat je zelf terugkaatst naar dat glas, wordt ook weer voor een deel doorgelaten. En het blijkt dat licht uit een soort lichtatomen bestaan, fotonen. En als je het licht helemaal uit elkaar haalt in die fotonen en gewoon naar één zo'n lichtdeeltje kijkt, dan blijkt dat als dat op het glas wordt afgevuurd, dat dat echt toevallig is, in een hele fundamentele zin zelfs, of dat wordt doorgelaten of weer kaatst. Nou, dus is weer een ander soort voorbeeld. Dan ziet u nu gewoon een getal. Een heel lang getal, wat eigenlijk nog veel langer is. Dit kan tot vele miljarden decimalen worden doorgezet. En dat is een toevallig getal. In een zin die ik nog iets preciezer zal uitleggen later. Maar u ziet wel enigszins de cijfers, die staan vrij chaotisch door elkaar. Alles komt een beetje voor en het is een beetje een zootje. Vergeleken met andere getallen zoals 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Dus dat is weer een ander voorbeeld van toeval. En het laatste, kijk, zo'n lijst, daar zou ik de hele avond mee door kunnen gaan. Maar het laatste voorbeeld is heel diepgaand ook. Dat is wat vaak fine-tuning heet, of de fijnafstemming van de natuurwetten en de natuurconstanten, zodat leven kan ontstaan. En dat heeft heel veel aspecten, maar één daarvan is bijvoorbeeld de gemiddelde materiedichtheid in het heelal. Dus als die kleiner was geweest, dan zouden er geen sterren zijn gevormd. En wij leven dankzij de zon, die is een ster. Maar als die materiedichtheid weer groter was geweest, dan zou alle materie in zwarte gaten samen klonteren. En dan waren we er ook niet geweest. En dat heb je werkelijk op alle niveaus van de natuurwetten. Als je kijkt naar de elementaire deeltjesfysica, dus alle deeltjes hebben een bepaalde massa. En de krachten tussen de deeltjes, die hebben een bepaalde kracht, bepaalde grootte.
En als die echt in alle gevallen gewoon 1% of meer zou zijn afgeweken van de werkelijke waarde, nou, dan was de scheikunde of er helemaal niet geweest omdat er maar één atoom zou zijn of geen enkel atoom zelfs. Of allerlei chemische reacties die voor leven verantwoordelijk zijn hadden niet kunnen plaatsvinden. Of het fusieproces in sterren zoals de zon had niet kunnen plaatsvinden, waardoor er geen energie zou zijn die het leven ook deels opwekt. Dus het blijkt dat van de, zeg maar, de ongeveer 100 mogelijke constanten en wetten, als ook maar één daarvan een heel tikje anders was geweest, dan waren we er niet geweest. Dus dat is ook iets waarvan je kan vragen, is dat nou toevallig en in welke zin? Dus dit is de fenomenologie en wat mij enorm heeft geholpen om die in kaart te brengen en om dat hele begrip toeval beter te begrijpen, is een inzicht wat ik dank aan degene met wie ik straks in debat ga, in discussie, Carlarita Palmerino, die in een artikel met Christophe Luthi, tevens ook haar echtgenoot, op grond van een historische en eigenlijk ook linguistische analyse tot de conclusie komen dat in ieder geval in de oudheid en de vroege tijd de verschillende betekenissen van toeval eigenlijk altijd negatief zijn gedefinieerd. In de zin dat ieder voorbeeld van het gebruik van toeval is gedefinieerd door wat het niet is, door de tegenpool te benoemen. En dat idee, dat kan je ook doortrekken tot de moderne tijd. En mijn ervaring is dat werkelijk alle voorbeelden, in ieder geval alle voorbeelden die ik ken en interessant vind, die vallen ook onder dat principe. Dus toeval heeft heel veel betekenissen, maar die betekenissen zijn allemaal eigenlijk door hun negatie, door hun tegenpol of door hun ontkenning gedefinieerd. Een voorbeeld waar ik mee begon, dus de toevallige ontmoeting op de veerboot, die is iets niet. Die is namelijk onbedoeld. En het tegendeel daarvan, de tegenpool, dat zou zijn een doelgerichte ontmoeting. Hoewel we elkaar niet kenden, hadden wij kunnen afspreken, omdat dat was gearrangeerd, misschien door wederzijdse vrienden of zo, om elkaar op die boot te ontmoeten. Maar dat was dus niet het geval. Dus stel dat iemand aan internet dating zou doen, Parship noem ik als een van die websites die dat doen, die werken met algoritmes en daardoor worden mensen met elkaar in contact gebracht en die maken dan een afspraak om elkaar te ontmoeten. En soms komt daar een relatie uit en meestal niet. Nou, dat is een doelgerichte ontmoeting en dat is dus de tegenpool van de toevallige ontmoeting van het soort die we op die boot hadden. En dit type voorbeeld zie je eigenlijk al bij Aristoteles. Die is eigenlijk de eerste auteur die daar echt duidelijk over schrijft, over toeval, coïncidenties ook. En hij geeft een aantal voorbeelden om dat idee van doelgerichtheid duidelijk te maken. Dus een van zijn voorbeelden is de man die gaat naar de markt om iets te kopen. Dat doet hij ook, maar hij ontmoet daar tevens zijn schuldeiser, wat hij helemaal niet wil. Dus dat is een toevallige ontmoeting, want zijn doel was helemaal niet om die man te ontmoeten. Een ander voorbeeld wat hij geeft is dat als je in je tuin een gat graaft om een boom te planten, nou dan was dat het doel van die actie, maar je vindt een schat. En dat is dan een toevallige ontdekking, omdat het niet de bedoeling was van het graven van het gat om een schat te vinden. Dus daar is de tegenpool van het toeval is eigenlijk het doelgerichte. Bij mutaties in evolutie à la Darwin is het anders. Daar is het toevallige karakter dat de mutaties ongericht zijn. En daarvan is de tegenpool, een andere eigenlijk evolutiebioloog die sinds Darwin wordt uitgelachen, maar toch nu dankzij bepaalde processen die in bacteriën plaatsvinden een beetje een comeback maakt. Maar je hebt ook het oorspronkelijke idee achter mutaties, wat op zich niet van Darwin was, was dat mutaties de soort zouden verbeteren. En dat dus het doel van een mutatie van een erfelijke eigenschap is dat het organisme daardoor verbetert. Dus dat was de visie van Lamarck. Het klassieke voorbeeld is de smid die sterke spieren heeft en die worden ook nog sterker tijdens zijn leven. En zijn zonen erven eigenlijk die sterke spieren, juist omdat ze goed zijn. Dus stel dat hij ook niet zo sterk wordt geboren, maar juist door het smeden en zijn prestaties steeds sterkere spieren krijgt,
Dus het is een verandering die tijdens zijn leven plaatsvindt. Dat verbetert hem als organisme, zijn overlevingskansen. En dat erven dan zijn zonen, die kunnen dan ook smid worden. Nou, dat is bij Darwin anathema. Dat is juist helemaal niet hoe het zit. Als je het volgende voorbeeld wat daar dus op aansloot, dus een voorbeeld als darmkanker. Daarvan is ten eerste al heel lang bekend, alle vormen van kanker zijn genetische ziektes. Maar al ook vrij lang is bekend dat die kopen door kopieerfouten in het DNA. En bij de darm is het zo dat de wand, die vernieuwt zich ongeveer iedere 3 dagen door stamceldeling. En daar wordt dus voortdurend, daar delen voortdurend cellen zich, wordt voortdurend dat DNA gekopieerd. En hoewel de kans op een enkele fout heel klein is, iets van 1 op een miljard per celdeling, als dat maar vaak genoeg gebeurt en als je maar oud genoeg wordt, dan wordt die kans alsmaar groter. Maar het blijft dus iets heel toevalligs. En de tegenpool daarvan is, wat eigenlijk de oudere visie op kanker was, dat die door ongezond leven komt. En veel soorten zijn daar ook nog wel een voorbeeld van. Zo'n longkanker, had die maar niet moeten roken. Of huidkanker, had die maar niet zo in de zon moeten zitten de hele dag uit ijdelheid of zo. Dus zelfs iemand die gezond leeft, door die kopieerfouten, heeft hij een bepaalde kans om een ziekte als darmkanker te krijgen, waar je dus in feite gewoon niks aan kan doen. Dus daar is ook weer het toevallige karakter, het is onverdiend, je kan er niks aan doen, in tegenstelling tot ziektes waar je dan wel iets aan had kunnen doen. Het dobbelen of het roulette spelen, dat is weer iets anders. Dat heeft weer een andere tegenpool. En dat is de bepaaldheid van de uitkomst. Dus bij dobbelen is het zo, als je dat gewoon vanuit klassieke natuurkunde, dus Newtoniaanse natuurkunde, analyseert, dan is de uitkomst bepaald door de begincondities, door de manier waarop je je hand beweegt, de snelheid waarmee je ze gooit, de mate van draaiing, de interactie met het tafeloppervlak en zo. Dus de uitkomst is in principe bepaald, maar het is een interessant gokspel omdat de uitkomst onvoorspelbaar is. De uitkomst is bepaald, maar eigenlijk ook op een bepaalde manier niet te berekenen of niet te voorzien. Dus onvoorspelbaar en de tegenpool van een eerlijk gokspel, dat is dus the dice are loaded. Hè? Dat is een liedje van Leonard Cohen. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody knows that the good guys lost. Heel goed, zijn beste nummer. En dat is dus een vervalst gokspel. Dan kan je dus wel, of in ieder geval bepaalde mensen, die kunnen dan wel de uitkomst voorspellen. Vergeleken met de absorptie van licht is dat eigenlijk een relatief oninteressant voorbeeld. De absorptie van licht, voor zover wij weten, en ook radioactief verval bijvoorbeeld, dat heeft een heel erg absolute vorm van toeval. Namelijk, de uitkomst is niet alleen onvoorspelbaar. Het was dus zo, die lichtfotonen, lichtdeeltjes, fotonen, die worden op een ruit afgestuurd. En je kan eigenlijk niet zeggen of ze worden weerkaatst of doorgelaten. En dat proces is niet alleen onvoorspelbaar, zoals de uitkomst van een roulette of dobbelen, maar het is echt onbepaald of indeterministisch. En dat heeft weer net een andere tegenpool. De tegenpool daarvan is niet voorspelbaarheid, maar echt bepaaldheid. Waar de klassieke fysica van tot 1900 eigenlijk volkomen op was gebaseerd als idee. Gewoon alle dingen die gebeuren, die hebben een oorzaak. En die Epicurus van dat schilderij van Pollock is eigenlijk een van de enigen voor 1900 die het daar niet mee eens was. Maar dat is een heel afwijkend standpunt in het traditionele klassieke denken. Wat heel erg gebaseerd is op bepaaldheid, causaliteit, determinisme. En absorptie of reflectie van licht is dus iets anders. Dat is iets fundamenteel toevalligs, in de zin dat de tegenpool is, het is echt onbepaald. Er is geen enkele oorzaak voor. Dat voorbeeld van het getal is weer iets anders. Dat is op een hele subtiele manier toevallig, in de zin dat de tegenpool is comprimeerbaarheid. Dus dit lange getal wat ik gaf, en eigenlijk voortgezet tot vele miljarden decimalen,
Dat is gegenereerd door een zogenaamde quantum random generator. Die werken trouwens met optische processen. Maken dus in feite gebruik van het vorige voorbeeld. En de correcte manier om te zeggen dat dat getal toevallig is, is dat het niet comprimeerbaar is. De incorrecte manier om te zeggen dat het toevallig is, zou zijn: alle decimalen komen ongeveer evenveel voor en alle combinaties van decimalen, bijvoorbeeld het getal 6 komt ongeveer 10% voor in het hele getal, en het getal 3 ook, maar bijvoorbeeld ook de combinatie 64, die komt in 1% van het getal voor. En ook in 3, 6, 4, 9 staat hier, die komt dan in 1 promiel van alle keren voor. Dat is niet de juiste manier om te zeggen dat het toevallig is, want die eigenschap heeft bijvoorbeeld ook de decimale expansie van pi. Dus hier pi, 3,14159926, daar zijn ook god hoeveel miljarden decimalen van bekend. Die heeft ook die eigenschap, dat alle cijfers evenveel voorkomen, alle combinaties van twee cijfers komen even vaak voor, alle combinaties van drie cijfers komen even vaak voor. Dat heeft dat eerste echt toevallige getal dus ook, die eigenschap. Maar pi is helemaal niet een toevallig getal. Pi is gewoon berekenbaar. En de technisch correcte manier om te zeggen waarom zo'n getal van een quantum random generator echt toevallig is en iets als pi niet, is dat het niet comprimeerbaar is. En daar zal ik nog iets meer over zeggen, omdat dat een hele diepe manier is om over toeval te denken. Maar dit als eerste voorbeeld daarvan. Dus iets wat niet comprimeerbaar is, is zijn eigen beste beschrijving. Dat kan je niet afkorten door een formule of zoiets. Je kan eigenlijk alleen maar het getal zelf geven als een beschrijving. En dat maakt het volgens deze wiskundige zin toevallig. Nou, het laatste voorbeeld wat ik gaf, de fijnafstemming van de natuurwetten. Dat is een heel subtiel voorbeeld waar we ook 10 filosofische cafés Nijmegen over zouden kunnen houden. Dus de manier waarop dat toevallig is, daar kan je het heel lang over hebben, maar er zijn verschillende tegenpolen. Dus je kan zeggen, het is toevallig omdat het niet door een schepper zo is gekozen. Het heelal is niet geschapen. Als het wel geschapen was, dan zou het natuurlijk in ieder geval binnen een soort christelijke theologie geschapen zijn met het doel om daar leven in te krijgen. En dan is het natuurlijk helemaal niet toevallig dat al die natuurconstantes en de toestand van het heelal ook zo is dat het leven ook daadwerkelijk is ontstaan. Dus één tegenpool is, het is niet geschapen. Een ander is, het is niet uniek. Dus voor degene die vertrouwd zijn met het begrip multiversum. Dus dat is meer een soort seculiere, niet religieuze manier om hierover te denken. Dan is het op een bepaalde manier ook toevallig dat wij in dat heelal leven waarin leven is, waarin wij dus leven. En dan is de tegenpool van het toeval eigenlijk niet uniek. Dus de tegenpool zou zijn een uniek universum waarin het onbegrijpelijk zou zijn dat die fijnafstemming daar is. En je kan ook zeggen, nou, het is de tegenpool van verklaarbaar. Dus het zou ook kunnen dat wij bij grotere kennis van de natuurkunde dan wij nu hebben kunnen afleiden dat de natuurwetten en de natuurconstanten alleen die specifieke vorm überhaupt kunnen hebben die ze nu hebben. Dan is er gewoon maar één mogelijke natuurkunde, nou, en die leidt dan tot leven. Dat was bijvoorbeeld de visie van Spinoza op dit probleem, dat er gewoon maar één unieke mogelijke natuur is. En als dat niet zo, dat zou een verklaring geven van die fijne afstemming. En dan vanuit dat standpunt is de tegenpool van die toevalligheid van de fijnafstemming, de fine-tuning, is dus verklaarbaarheid door natuurkunde die wij nu nog niet kennen, wat ook een mogelijkheid is. Dit is dan nog een leuk ander plaatje, gewoon als illustratie. Dit is dan een ander kwantummechanisch zuiver toevallig proces, dus het is eigenlijk kwalitatief te vergelijken met radioactief verval of het doorlaten of reflecteren van licht. Dit is een botsing tussen twee deeltjes in CERN, in de versneller, LHC, Large Hadron Collider. En als je die twee deeltjes, hadronen, proton-proton in dit geval, als je die op elkaar knalt, dan, net alsof je twee auto's met hoge snelheid op elkaar knalt, dan vliegt alles uit elkaar. Daar komen hele rare producten uit en die vliegen alle kanten op. En hoewel dit een mooi, aardig, regelmatig plaatje lijkt, is dit in feite een van de zuiverste toevalsprocessen die de natuur ons biedt.
Dus dat is dan ook weer, het is toevallig in de zin van niet, nou, niet deterministisch, niet bepaald. Dus wat wij zuiver toeval noemen. Nou, dit is het Filosofisch Café. Dus ik dacht, we halen er een belangrijk filosoof bij. En al die voorbeelden die ik heb genoemd en ook nog alle andere voorbeelden, die brachten mij ertoe om dat idee van Wittgenstein, de familiegelijkenis, hier op te voeren. Dus dit was een van zijn belangrijke filosofische ideeën uit zijn latere periode. En zijn eigen voorbeeld daarvan, dat is een spel, met name een taalspel, een spraakspel. Maar in feite is toeval, vind ik, nog een veel beter voorbeeld. En wat hij bedoelt, heeft hij dus niet opgeschreven om het begrip toeval te kunnen duiden, maar met een heel ander doel. Maar het slaat heel erg goed om te begrijpen wat toeval eigenlijk is. En namelijk dat het niet naar één begrip verwijst. Dus in zijn, zeg maar, middenperiode, waarin hij het allerlei manuscripten schreef die later zijn uitgegeven na zijn dood, zoals het zogenaamde blauwe boek. Daarin is hij eigenlijk al op weg naar die manier van denken. Daar komt mijn eerste citaat uit. Dus het idee dat men, om duidelijkheid te krijgen over de betekenis van een algemene term, het gemeenschappelijke element in zijn toepassingen moet vinden, heeft filosofisch onderzoek geketend. Kapot gemaakt. Want dit heeft niet alleen tot geen enkel resultaat geleid, maar het heeft er ook voor gezorgd dat de filosoof de concrete gevallen die hem juist hadden kunnen helpen om het gebruik van de algemene term te begrijpen, als irrelevant van de hand te wijzen. En dat is dus eigenlijk zijn waarschuwing, dat filosofen voor hem of denkers die zochten bij zoiets als een spel, maar voor mij toeval, die zochten naar een soort kernbetekenis die alle instanties van dat begrip delen. En dat is dus volgens Wittgenstein en volgens mij er ook gewoon een denkfout. En wat je daar dan tegenover moet stellen is wat hij dan de familienähnlichkeit, de familiegelijkenis, dat voert hij dan op in de filosofische Untersuchungen, waar het tweede citaat uitkomt, ook postuum verschenen. Namelijk, de verschijnselen die door hetzelfde woord worden aangeduid hebben niet één ding gemeen, waardoor we voor elk hetzelfde woord gebruiken, maar houden op veel verschillende manieren verband met elkaar. En het is vanwege deze verbanden dat we ze allemaal met hetzelfde woord aanduiden. We zien een complex netwerk van overeenkomsten die elkaar overlappen en kriskras doorkruisen. Soms zijn dat algemene overeenkomsten, soms overeenkomsten in detail. Ik kan geen betere uitdrukking bedenken om deze overeenkomsten te karakteriseren dan familiegelijkenissen, familienähnlichkeiten. Van family resemblances is altijd de Engelse vertaling. Net als bij de overeenkomsten tussen leden van een familie. Lichaamsbouw, gezichtskenmerken, kleur van de ogen, tred, temperament enzovoort. Dus nou, zo denk ik ook over toeval. En dat is het punt. Dus toeval heeft niet één kernbetekenis die door alle instanties wordt gedeeld, die in alle toepassingen voorkomt. Maar het is een familiebegrip van deels overlappende betekenissen. En dan in dit bijzondere geval van toeval, zoals ik al eerder zei, die zijn allemaal negatief gedefinieerd, dus door zijn tegenpolen. En dat is eigenlijk iets wat heel mooi al gezegd is door Hume. Dit is ook een citaat wat ik trouwens dank aan Carla Rita. Toeval is strikt genomen slechts een negatief woord en verwijst niet naar een werkelijke macht die ergens in de natuur aanwezig is. Dus dat maakt het ook ongrijpbaar. Dat is ook een soort aspect van het begrip toeval wat mij steeds meer opvalt. Het is iets heel ongrijpbaars en dat is omdat het eigenlijk negatief is gedefinieerd. En nou, wat zijn dan die kriskras overlappende families van betekenissen? Nou, doelgericht komt soms voor, maar ook niet altijd. Iets dat, dus ik benoem nu de tegenpolen. Hè? Dus als je er niet voor zet, dan krijg je de familiebetekenissen van toeval zelf. Terwijl het allemaal niet is. Nou, doelgericht, heel waarschijnlijk. Zo'n ontmoeting op een boot is niet heel waarschijnlijk. Algoritmisch bepaald, zoals door parship en dating sites. Berekenbaar, is wiskundig begrip. Voorspelbaar, is meer fysisch begrip. Deterministisch of veroorzaakt. Hè? Dat is dus het verschil. Als je, zoals in de klassieke fysica, in een deterministische wereld denkt te leven, is de tegenval van toevallig voorspelbaar. Maar als je het niet weet, als je zowel open staat voor een deterministische of een indeterministische wereld, dan is de tegenpol
van toevallig, zoals in doorlating van licht, dat is deterministisch of misschien veroorzaakt. En ook comprimeerbaar, zoals in de wiskunde. Dus dat is het hele palet van betekenissen die... Nou, er is dus geen enkel begrip daarin wat alle vormen van toeval heeft. Dus ze raken allemaal aan elkaar, maar ze zijn toch ook allemaal anders. Het vormt een soort spectrum, een continuum. En iedere instantie of ieder gebruik van het woord toeval, dat zit ergens, heeft één of meer van die tegenpolen. En ik zou er, als je toch moet kiezen, wat is nou toch een beetje de essentie van toeval? Nou, dat is niet één begrip, maar er zijn toch drie waarmee je een heel eind komt. En één is dus het oudste, toeval als niet doelgericht. Dat is iets wat toch heel vaak van toepassing is op voorbeelden van toeval uit het dagelijks leven. Daar gaat het dan vaak om samenlopen van omstandigheden. Nogmaals, zo'n ontmoeting in een boot, dat is daar een voorbeeld van. En wij zijn daardoor van de kaart, of dat raakt ons, omdat die samenloop van omstandigheden zinvol verbonden is. Daardoor valt het ons op. Dus ik heb nu mijn geliefde die ik op die boot heb ontmoet. Dus die ontmoeting, kan je zeggen, dat wij daar beide zaten, dat was een zinvolle verbinding. En toch was hij toevallig. Het was niet doelgericht in die zin. Nou, toch weer een andere goede betekenis die in de natuurkunde dan voorkomt, is toeval als niet veroorzaakt. Dat is dus echt gewoon het diametraal tegengestelde van niet doelgericht. Dat is eigenlijk het verschil tussen het antieke denken en het huidige denken. Het antieke denken is erg op doeloorzaken gericht. Het huidige natuurkundige denken is gewoon op oorzaken gericht. En daar heeft dus de kwantummechanica in feite mee afgerekend. Tenminste, de mainstream kwantummechanica. Dus velen van u zullen het debat tussen Bohr en Einstein kennen. Einstein die was het hier dus niet mee eens. Hè. God dobbelt niet. Maar die heeft het toch eigenlijk verloren. En het derde, en dat vind ik eigenlijk de meest subtiele betekenis van toeval. Dat is toeval als niet comprimeerbaar. En dat geldt vooral over configuraties. Dus toeval als niet doelgericht slaat vooral op het dagelijks leven eigenlijk. Op samenlopen van omstandigheden. En toeval als niet comprimeerbaar, dat geldt, als het geldt, voor configuraties. En dan kun je denken bij configuraties van getallen of van verfstroken, zoals op een schilderij of muziek. Een configuratie van dingen, van noten. En dan is dus een heel scherpe en mooie definitie dat een configuratie toevallig is als de kortste beschrijving ervan die configuratie zelf is. En om dat echt goed te maken, die definitie, moet je de kortste beschrijving specificeren van wat je überhaupt accepteert als een beschrijving van iets. En in de theorie van getallen, dus het soort toevallige getallen waar ik een klein voorbeeldje van gaf, daar is eigenlijk de definitie van een beschrijving een computerprogramma dat de gegeven configuratie als output geeft. Dus de technische betekenis van een toevallig getal in de zin van een toevallige configuratie van de decimalen van dat getal, dat is dat het kortste computerprogramma wat dat getal uitspuugt, dat is in feite de instructie print en dan dat hele getal. Die is dus in feite gewoon net zo lang als het getal zelf, dat programma. Want het programma bevat het getal wat het uit moet spugen. En het grote tegendeel daarvan is een getal als pi. Je kan een programmaatje van 2 regels schrijven, of misschien 3 of 4. Wat het getal pi tot willekeurige precisie uitspuugt of uitprint. En dat is dus helemaal niet een toevallig getal. Hoewel ik net al zei, de decimalen zijn keurig eerlijk verdeeld. Alle combinaties van decimalen zijn allemaal keurig verdeeld. Maar op dit ene cruciale punt is het niet toevallig. Het is comprimeerbaar pi. En helemaal een getal als 1, 2, 3, 4, 5, 6, et cetera, of 0, 0, 0, 0, 0. Dan kan je natuurlijk een heel kort programmaatje schrijven wat dat getal print. En dat geldt ook gewoon voor situaties en kunstwerken. Het is echt een heel diepe begrip van toeval, vind ik, dat je iets als toevallig beschrijft als het zijn eigen beste of kortste beschrijving is. Er is gewoon geen andere beschrijving dan de configuratie zelf.
En denk daar maar eens over na. Ik denk daar ook zelf vaak over na. En dan zie je hoe elegant en goed die definitie is. Nou, ik ben nu op het eind. Dus ik zal één ding nu bespreken wat zich vooral leent voor een leuke discussie. Namelijk, dat is dat de moderne natuurwetenschap, en dan met name natuurkunde en biologie, maar ook veel aspecten van wiskunde bijvoorbeeld, omarmt het toeval. Dus de kwantummechanica, dat ondermijnt echt het determinisme, en de evolutietheorie ondermijnt doelgerichtheid. Tenminste, dat vinden de meeste mensen en ik ook. In zekere zin ook chaos, onvoorspelbaarheid, dat zijn begrippen binnen de deterministische klassieke natuurkunde in feite, maar die... Nou, die brengen ook een mate van toeval met zich mee, die steeds gewoon belangrijker blijkt te zijn. Ooit werd gedacht dat het heel uitzonderlijk was, maar eigenlijk is het gewoon het paradigma. En dat ondermijnt op zijn beurt weer het voor de mensheid toch bepalende begrip zin. En daar heb ik twee mooie citaten voor om dat beter uit te leggen. Mooier dan ik het zelf zeker zou kunnen zeggen, van twee beroemde mensen. Max Weber, de socioloog. Zei dit heel duidelijk al in de jaren 20, namelijk wie behalve enige grote kinderen die je nu juist in de natuurwetenschap aantreft, gelooft vandaag van de dag nog dat inzichten uit de astronomie of de biologie of de natuurkunde of de scheikunde ons ook maar iets over de zin van de wereld zouden kunnen leren, al was het maar een klein beetje. Namelijk hoe men een dergelijke zin, als die bestaat, tenminste op het spoor zou kunnen komen. Nou, als de natuurwetenschap überhaupt ergens toe dient, dan is het wel om het geloof dat er zoiets als zin in de wereld bestaat, in de wortel af te kappen. En dan Steven Weinberg, een van de belangrijkste naoorlogse deeltjesfysici, Nobelprijswinnaar ook. Erg mooi citaat vind ik. Hoe begrijpelijker het universum blijkt te zijn, hoe zinlozer het ons tevens voorkomt. Maar al brengen de vruchten van ons onderzoek ons dan geen troost? Het onderzoek zelf is tenminste nog enigszins opbeurend. Deze poging om het universum te doorgronden is een van de zeer weinige zaken die het menselijk leven een tikje boven het niveau van een farce optilt en het iets van de grandeur van een tragedie geeft. Nou, dit is niet het laatste woord. Mijn laatste slide is zelfs een ontkenning daarvan. Het kan dus zijn dat het beeld dat de moderne wetenschap geeft, waar dus toeval een hele grote en ondermijnende negatieve rol in speelt, dat gewoon fout is, of in ieder geval onvolledig. Dus iemand die ook veel over toeval heeft nagedacht, is Jung, de psychiater, Carl Gustav Jung. En die heeft het begrip synchroniciteit ingevoerd en daar heel veel voorbeelden van gegeven. En dat zijn voor hem dus wel betekenisvolle samenlopen van omstandigheden. En zijn conclusie is dus heel anders dan van Max Weber en Steven Weinberg en veel moderne, seculier denkende mensen. Wat hij zegt, is eigenlijk zijn laatste woord hierover. Als de zinvolle coïncidentie, oftewel het dwarsverband van gebeurtenissen, niet kausaal kan worden verklaard, dan is het verbindende element de zin. We denken zoveel van de psyche te weten dat we haar geen tovermacht kunnen toekennen en het bewustzijn al helemaal niet. Als we dus de aanname overwegen dat één en dezelfde transcendente zin zich zou kunnen openbaren in zowel de menselijke psyche als in de gelijktijdige configuratie van externe en onafhankelijke gebeurtenissen, dan raken we in conflict met de huidige natuurwetenschappelijke en kentheoretische inzichten. Dus hij zegt met andere woorden, die inzichten, die zijn gewoon onvolledig. Die missen een heel essentieel onderdeel van het menselijke bestaan. En dat kan dus ook, dus ik weet niet wie gelijk heeft, ik heb hier wel een mening zelf over, maar het kan best zijn dat die ontmoeting op de veerboot, zoals wij zelf ook denken, een match made in heaven is, maar dan niet alleen metaforisch, maar ook op een soort letterlijke manier. En het kan dus zijn dat, als Jung gelijk heeft, dat de wetenschap echt iets mist. En dat is de grote nadruk van toeval en de ondermijnende rol daarvan, dat niet het volledige beeld geeft. En daarmee sluit ik af, behalve dat ik nog een paar boeken, nog één ding over Pollock wil zeggen, zodat we een mooie cyclus krijgen. Pollock is dat schilderij, dat maakt dus een hele toevallige indruk. En dat is ook omdat je zijn reputatie misschien een beetje kent van iemand die vrij ruig leefde en misschien wel met verf smeet. Maar dat is dus helemaal niet waar. Het is een erg leuke film, Pollock Painting, op YouTube staat die, duurt een kwartier of zoiets.
En daarin valt juist op hoe ongelooflijk, nou zeg maar, deterministisch en gecontroleerd hij werkt. Hij was heel precies. Hij controleerde al zijn materialen voortdurend. Hij was dus heel erg technisch juist bezig. Je ziet hem ook, hij schilderde op de grond, hè, die enorme canvassen van hem. Dus die lagen op de grond meestal. Nou, daar loopt hij voortdurend omheen. Dan kijkt hij weer eens een paar minuten en dan laat hij weer zijn drupje verf. Hij gaat juist heel erg beredeneerd te werk. Dus dit geef ik nu, deze korte analyse, om te laten zien hoe je ernaast kan zitten. Dus dat is om Jung een steuntje in de rug te geven. Dus wij denken dat schilderij wat ik van Pollock liet zien, dat is echt heel erg toevallig allemaal. Maar het is juist heel erg beredeneerd. Het zat kennelijk precies in zijn hoofd. Dus de schone schijn kan enorm bedriegen. Nou, dan nog wat interessante boeken. Dit zijn twee echt heel erg leuke en goede boeken. Mijn slides die kunnen gewoon op de website van het Filosofisch Café. Dan kan iedereen die titels nagaan. Diaconis en Skirms, dat is een kansrekenaar en een filosoof. 10 Great Ideas About Chance, heb ik zelf heel veel van geleerd. En dan een heel grappig stripboek over toeval en kwantummechanica van Jeffrey Boop. Dat is een belangrijk filosoof van de natuurkunde. Die heeft dat met zijn dochter geschreven, Tanja Boop. Dus dit is een stripboek, zoals Kuifje en Asterix. Maar dat legt perfect uit, beter dan welk natuurkundeboek ook, wat de rol van kans is en toeval in kwantummechanica. En dan, de inleider was al zo, Olaf, zo vriendelijk om mijn eigen boeken te noemen. Dus die eentje is gratis, The Challenge of Chance, het linkerboek. Dat bestaat uit essays over toeval. Daar staat ook Carla Rita in, bijvoorbeeld. Over uiteenlopende toepassingen binnen het hele spectrum van de wetenschap en de humaniora. Dat is gewoon gratis te downloaden en legaal zelfs. En dan heb ik in het Nederlands zelf een boek, wat al genoemd werd, Naar alle onwaarschijnlijkheid. Dat gaat nou, op een andere manier op al deze dingen vrij diep in. En nou, dat is dan commercieel, hoewel ik er vrijwel niets aan verdien. Maar dat moet je kopen, zeg maar. En daarmee wou ik het beëindigen, deze inleiding. En nu ga ik in discussie, eerst met Carla Rita en dan hopelijk ook met het publiek via de chat. Nou, dankjewel Klaas, namens alle toeschouwers, denk ik. Ik ga dus nu in gesprek met Klaas, maar voel je vooral vrij om in te grijpen met vragen. En ik denk dat Olaf de chat in de gaten zal houden. En we vinden het helemaal niet erg om onderbroken te worden. Hoe toevalliger, hoe beter. En ik heb een aantal notities gemaakt. Ik heb je natuurlijk vaker horen spreken over toeval. En iedere keer vallen me weer nieuwe dingen op. En ik vond altijd het idee van dus die Wittgensteiniaanse kijk op toeval heel plausibel. En nu ben ik me voor het eerst afgevraagd of wat Wittgenstein zegt over family resemblances echt van toepassing is op toeval. Dus jij zei inderdaad dat Wittgenstein zelf het voorbeeld van game, van spel, gebruikt. En wat hij zegt is, er zijn heel veel dingen die we spel noemen. Er is geen eigenschap die aan alle vormen van spel gemeenschappelijk hebben. Je bent zelf een schaakkampioen geweest. Hij noemt zelf een voorbeeld en zegt, denk hoe anders dat is dan andere spellen. Dus in sommige spellen speelt vaardigheid een rol, geluk, plezier, competitiviteit, intelligentie, strategie en zo. En hij zegt, neem zelfs de vaardigheid, hoe anders vaardigheid bij tennis is dan bij schaken. En toch, wat ze allebei hebben, is natuurlijk dat het een soort van competitie zijn. En hij geeft heel veel voorbeelden. Maar wat hij zegt is, dat al die spellen wel een familie vormen. En er is geen eigenschap die essentieel is voor alle spellen, maar er zijn gelijkenissen die overlappen en zich kruisen. En dit is denk ik deels waar voor toeval, maar soms heb ik het idee dat de verschillende betekenissen voor toeval niet echt een familie vormen, niet echt familie van elkaar zijn, maar soms zijn ze zelfs vijanden van elkaar. Ze zijn niet met elkaar compatibel. Ze kunnen niet naast elkaar leven. Dus wat we zien ook in het artikel dat ik met Christophe heb geschreven, we verwijzen naar filosofen die echt ruzie maken over de betekenis van het woord toeval. En het zijn hele essentiële, dus de definitie verschillen van elkaar op een heel essentiële manier. Het zijn echt incompatibel.
Dus het vormt geen familie. En om een voorbeeld te geven, dus je hebt zelf die twee voorbeelden van iets wat wel gedetermineerd is, maar onvoorspelbaar. En dan zeggen we dat het toevallig is. En het andere deel wat eigenlijk onvoorspelbaar is, juist omdat het onbepaald en niet gedetermineerd is. En mijn indruk, dus wij maken als filosofen dan een onderscheid tussen een epistemologische en een ontologische betekenis van het woord. Om een makkelijke manier om het uit te leggen is te zeggen dus dat het een verschil is tussen een subjectieve en een objectieve betekenis. Dus je kunt zeggen, kijk, toeval bestaat niet in de natuur. En dat is de positie van Spinoza, van Hume, filosofen. En dus Einstein. Wat we toeval noemen is gewoon een vorm van onwetendheid. Toeval is onwetendheid van de wetten van de natuur. Of je kunt zeggen, het toeval bestaat daadwerkelijk in de natuur, Epicurus. En je zei, ja, nu verwijs alleen historisch naar Epicurus, maar ook hedendaagse wetenschappers vinden Epicurus heel fascinerend. Want Epicurus is iemand die wel toeval omarmt. Iemand als Poincaré verwijst naar Epicurus. Het is bijna onmogelijk om er toeval te spreken in wetenschappelijke zin zonder terug te verwijzen naar Epicurus. Dus daar krijgt toeval echt bestaansrecht in de wereld. Dus het is niet een woord voor onze onwetendheid, maar toeval bestaat echt. Dus ik vind de Wittgensteinse benadering enigszins heel nuttig, maar tegelijkertijd denk ik, moeten we niet vergeten dat er echt een fundamentele strijd is tussen mensen die het toeval willen verbannen uit de wereld en mensen die ruimte willen maken voor toeval. Oké, nee, dank je voor deze ongelooflijk interessante vraag. Ik vind dat nu, wat ik nu ga antwoorden, kan het publiek misleiden alsof wij dit allemaal zouden hebben afgesproken. Wij hebben deze discussie niet voorbereid en niet afgesproken. En toch is het zo dat ik toevallig ook begon te twijfelen aan die family resemblances. Dus toen ik deze voordracht in elkaar zette, en ik heb een lijstje waar ik al langer over nadenk en ben, toen dacht ik eigenlijk ook hetzelfde als jij. Maar ik weet niet of ik zie niet wat het publiek ziet, maar is even kijken. Deze slide, drie verre verwanten, is die nu te zien? Ja. Nou, dus die heb ik speciaal ingevoegd, dus vandaag nog, eigenlijk vlak voordat we begonnen daarnet, om dit enigszins op te vangen. Dus ik ben het met jou eens, maar verre verwanten, die kunnen op vijandige voet met elkaar staan. En die kunnen in ieder geval eigenschappen hebben die heel erg ver uiteen liggen binnen een familie. En het doel van die slide is niet om jouw punt te beantwoorden, omdat jij echt op wijst dat verschillende betekenissen van toeval echt in tegenspraak met elkaar zijn. Daar ben ik het mee eens, maar ik vind dat niet de conclusie rechtvaardigt dat die family resemblances dan niet meer van toepassing zijn. Wat ik hier heb geprobeerd is om in ieder geval twee betekenissen, namelijk die in het rood niet doelgericht en die in het blauw niet comprimeerbaar, die gewoon niets met elkaar te maken lijken te hebben, om die toch beide op te voeren als negatieve betekenissen van toeval. Dus wat jij zei, in feite wat ik nu zeg, versterkt enigszins jouw punt. Dus het is niet alleen zo dat verschillende betekenissen van toeval in strijd met elkaar kunnen zijn. Het is ook zo dat andere betekenissen, zoals de rode en de blauwe nu hier, weliswaar niet in tegenspraak met elkaar zijn, maar toch zo ver uit elkaar liggen dat je je afvraagt of dat wel tot dezelfde familie kan behoren. Ja. Dus ik ben het eens met jouw punt en ik begin daar ook aan te twijfelen. Aan de andere kant, misschien moeten we dat begrip zelf een beetje oprekken. Hè? Het is inderdaad, als je het in die strikte zin van Wittgenstein, van de filosofische onderzoekingen gebruikt, denk ik dat dat opgeblazen wordt door het begrip toeval. En misschien is dat ook een van de redenen dat hij het niet noemt, hoewel het voor de hand had gelegen. Maar je kan dat natuurlijk ook iets uitbreiden. Je zou dus een andere karakterisatie van zo'n familie een Ähnlichkeit moeten geven dan Wittgenstein zelf. Wat ik wel, en ik hoop jij ook, blijf vinden, is dat het een fout is om naar één kernbetekenis te zoeken. Dus dat is eigenlijk zijn waarschuwing al uit dat blauwe boek. En dat blijft gewoon staan. En dan is eigenlijk zijn familiegelijkenis een soort antwoord. Het is één van de manieren om niet de fout te maken dat je naar een kernbegrip zoekt. En ik denk dat de toeval misschien inderdaad
het begrip familiegelijkenis op een beetje een andere manier in zou moeten vullen. Maar het deelt met Wittgenstein dat we niet de fout moeten maken dat er één kernbegrip is wat in alle betekenissen van toeval voorkomt. Ben je het daar wel mee eens? Ja, absoluut. Want het zijn kritiek dus. Ja, en bij deze slide moet ik aan een andere Wittgensteiniaans begrip denken, namelijk begrip taalspel. Je zou kunnen zeggen ook wat je hier in het rode en het blauw ziet, zijn dus manieren waarop toeval wordt gebruikt in verschillende discours, in verschillende contexten, dus binnen een andere taalspel. En daar waar eigenlijk dus sprake is van een controversie, is dan natuurlijk binnen eenzelfde domein, waar je twee filosofen hebt bijvoorbeeld die met elkaar ruzien over dus de rol van toeval, of twee wetenschappers zoals Darwin en Lamarck. Ja, dat lost ook jouw probleem denk ik op. Dus als je zeg maar klassieke fysica als één taalspel ziet, dan is daar de tegenpool voorspelbaarheid. En als je moderne kwantumfysica als het taalspel, dan is het determinisme in determinisme. Ja. Dus je zou inderdaad een soort sortering, zoals je ook in de logica, je hebt many sorted logica. En dat is eigenlijk de context waarin je moet kijken. Dus het moet verrijkt worden. Dus het is meer een clan dan een familie misschien. Het is een clanbegrip. In de chat heeft Sanne nog een suggestie over familiegelijkenissen. Zij vraagt, kan de notie van familiegelijkenissen niet alleen behouden worden als we aannemen dat de schijnbare tegenstellingen over verschillende vormen van toeval gaan? Ja, dat lost het. Dat zou het ook oplossen. Aan de andere kant is juist, het verzwakt wel het hele voorstel. Ja. Dus het is juist de bedoeling van die familiegelijkenis om de verschillende vormen van toeval toch bij elkaar te vegen. Namelijk als leden van één enkele familie. Dus als je die helemaal uit elkaar haalt, dan blijft er gewoon niets meer van over. Dus het is wel degelijk een soort ordenend principe wat op een bepaalde manier gered zou moeten worden. Dus wat zij zegt is logisch waar, maar het gooit het kind met het badwater weg, zoals dat heet. Als ik het zo begrijp, als je het zegt, ik weet niet hoe zij het precies bedoelt. Ja, het gaat erg ver. Het gooit het kind met het badwater weg, maar dat lost vaak ook een probleem op. Dus ja. Een tweede punt wil maken. Ik moest denken, toen je zei dat iets tegelijkertijd toevallig en... Nee, dat het schilderij van Pollock kan niet tegelijkertijd toevallig en beredeneerd zijn. Dus we hebben het idee dat het toevallig is. Hij vertelt ons dat het eigenlijk beredeneerd is. En ik vraag me af of die twee elementen niet toch met elkaar, naast elkaar... En dat hier spreek ik misschien mezelf tegen ten opzichte van wat ik net zei ten opzichte van Wittgenstein... dat twee dingen met elkaar samen kunnen gaan. Dus ik kwam recentelijk een artikel tegen uit 2018, getiteld, ik heb hier opgeschreven, Chance Involvement in Goal Scoring in Football, an Empirical Approach. En dan wordt in een artikel wordt gezegd dat chance goals zijn doelpunten die niet controleerbaar of niet geplande aspecten inhouden. Dus goals involving uncontrollable or not planned aspects. Ja, mijn reactie goals was, dan zouden alle goals, eigenlijk alle doelpunten, dan toevallig moeten zijn. Want ik kan me niet voorstellen dat er een doelpunt is dat volledig gecontroleerd is en volledig gaat zoals gepland is. Maar wat het geheel paradoxaler maakt, is natuurlijk dat in het Engels het woord goal of in het Nederlands het goal do het tegenovergestelde is van toeval in een van de mogelijke definities. Ja. Dus dan heb je dus het voetbalspel, wat eigenlijk per definitie doelgericht is, als spel, letterlijk en figuurlijk. Dus alles, dus je hebt de opstelling, tactiek, speelwijze en zo, alles wordt bedacht om te kunnen scoren. Tegelijkertijd is er altijd sprake dus van elementen van chance. En in dit artikel worden 6 chance variables uitgezonderd. Ik weet ze niet allemaal, dus eentje was afbuiging, rebound, afstand. En ze proberen zo om te meten welke percentage van doelpunten door toeval worden veroorzaakt. En of de percentage anders is op professioneel niveau, amateurniveau. Het is een fascinerend artikel, maar ik vind het echt een paradox. Dus hoe toeval en eigenlijk dus doelgerichtheid en beredeneerd zijn naast elkaar kunnen leven. Ja, nee, dit ga ik zeker lezen. Om
te beginnen met het begin van je vraag over dat schilderij van Pollock. Dus als je een iets verdere analyse geeft van het hele begrip toeval dan waar we eigenlijk tijd voor hebben, dan heb je ook het verschil in toeval in het proces, waardoor de configuratie ontstaat, en toeval in de configuratie zelf. En daar is hier denk ik sprake van. Dus het proces, gewoon het hele denken van Pollock over kunst, was dus heel rationeel, heel beredeneerd, heel deterministisch. Maar dat sluit niet uit dat het product schijnbaar toevallig is. En dat heb je ook met toevalsgetallen. En dat is een stelling waar ik net geen tijd voor had. Maar je kan, dus je hebt het begrip toevalsgetal zoals ik heb gedefinieerd, namelijk niet comprimeerbaar in bepaalde zin rond berekenbaarheidstheorie. Dus niet comprimeerbaar. En een van de bizarre stellingen daaruit is dat je niet aan een getal zelf kan zien dat het toevallig is. Als het toevallig is. Dus toeval, gewoon eigenschap, is een eigenschap die een getal heeft of niet. Dus een heel lang getal, het is toevallig of het is niet toevallig. Maar je kan niet aan het getal zelf zien welke van die twee het is. Je kan het alleen aan het productieproces zien, zeg maar. Dus op zich, als jij alleen maar de decimalen van pi zou krijgen, zonder te weten dat het getal pi is, dan kan je daaruit niet bewijzen dat dat een niet toevallig getal is. Terwijl dat die output van de quantum random generator, nou, daar weten we dan als kwantummechanica echt toevallig is, dat is echt een toevallig getal. Maar dat kan je ook niet zien aan het getal zelf, net als met pi. Dus je moet het productieproces onderscheiden van de uitkomst. En ik weet niet of dit ook het voorbeeld van voetbal oplost. Ik denk het trouwens wel. Dus het productieproces is natuurlijk het schot van Ronaldo of Messi, wat toch wel degelijk tot doel heeft om een doelpunt te maken. Maar door allerlei toevallige factoren is het resultaat misschien anders. Wel natuurlijk het feit alleen al dat je Ronaldo en Messi hebt en andere mensen die 30 miljoen per jaar verdienen voor hun kunsten, geeft aan dat de rol van toeval ook weer niet zo dominant kan zijn. Maar ik denk dat jouw hele punt kan worden begrepen door dat verschil te maken. Dus toeval in het productieproces en toeval in de uitkomst van dat proces. En het voorbeeld van dus toevalsgetallen geeft aan dat onderscheid er echt is. Dus nogmaals, je kan niet aan een getal wat toevallig is volgens die definitie, je kan niet bewijzen of zien dat ook echt het geval is. Daarvoor moet je het proces kennen waarmee het getal gemaakt is. Is dat een antwoord? Ja, nee, zeker. Tegelijkertijd is het productieproces natuurlijk afgestemd op een resultaat. Dus ik had het idee dat Pollock ook wilde zeggen dat eigenlijk dus tijdens het productieproces heeft hij al natuurlijk al een resultaat voor ogen. Ik weet niet of hij iets zegt over hoe het resultaat zich verhoudt tot zijn idee of tot proces, maar anders wordt het proces ook toevalliger als het niet een bepaald resultaat als doel heeft. Nou, het is ook maar hoe hij het idee resultaat definieert. Hè? Als hij zo gewoon zoekt naar bepaalde kleurverhoudingen of bepaalde variatie in de lijnen, dan kan dat heel doelbewust zijn, maar nog steeds dus een heel erg toevallige indruk maken, zoals dit. Maar wat ik al zei, dus nergens zegt hij dat hij als doel had om die zwenking van Epicurus af te beelden. Misschien kende hij dat begrip ook niet eens. Heeft hij dat wel of niet gezegd? Nee. Ik heb nog wel een interessante vraag van Alexander die hier mogelijk op aan kan sluiten. Als je tijdens een gezelschapsspel je dobbelsteen zou laten rollen door een robot die altijd op dezelfde manier gooit, kun je dan bijvoorbeeld echt altijd een 6 gooien? Ja, dat is zeker waar. Dus er zijn ook, dit experiment is min of meer letterlijk ook gedaan. Dus zelfs met roulette is dat gedaan, wat nog veel meer uitkomsten heeft dan dobbelen, laat staan kop of munt. Dus dat is zo en het hele toevalskarakter verdwijnt daarmee, want dan heb je een complete controle over de begincondities. En het is dus in de klassieke proces. Dus het antwoord is ja. Zijn er andere vragen, Olaf? Ja, Alexander, die vraagt nog aan jou, Carla Rita. Zou jij nog iets kunnen zeggen over toeval in de menselijke geschiedenis? Een beetje een brede vraag, maar
in de menselijke geschiedenis. En het ook wel toespitsen op je eigen expertise natuurlijk. Ja, nee, kijk, het is misschien niet te breed. Want je hebt dus toeval... Ja, ik hou me bezig natuurlijk met toeval in de geschiedenis van de filosofie en van de wetenschap. Toeval in de menselijke geschiedenis, dan moet je... het zou belangrijk zijn om te weten of hij denkt dus op de toeval in de persoonlijke geschiedenis, dus de geschiedenis van de mensen, of dus in de geschiedenis, in dat boek van Klaas zijn er ook artikels van historici over dus de rol van toeval in de geschiedenis en hoe ook filosofen van de geschiedenis toeval proberen te accommoderen in hun narratieven. Het is niet mijn expertise, maar daar zijn er wel heel interessante stukken geschreven in dat boek. Ik denk, we zullen straks met Klaas het nog hebben over de rol van toeval in de geschiedenis van de mens als individu. Dus hier komen we straks op terug. Ik wilde eerst een opmerking maken. Het is misschien meer een opmerking dit dan een vraag. Namelijk, als je het hebt over Darwin, denk ik dat het belangrijk is om een onderscheid te maken tussen hoe Darwin zelf dacht over toeval en de neo-darwinistische synthese. Want het punt van Darwin is, als hij het heeft over de laws of variation, hij zegt dus, our ignorance of the laws is profound. Dus we weten niet hoe mutaties ontstaan, maar hij zegt, ze zijn niet toevallig, ze zijn juist gedetermineerd. Ja, dat zeg ik, dat citeer ik letterlijk in mijn boek, naar alle onwaarschijnlijkheid. Dus daar was dit ook weer te kort voor om dat uit te leggen. Maar inderdaad, de visie van Darwin zelf is niet de moderne visie. Ja. Dus hij waarschuwt er zelfs tegen om die variaties als toevallig te beschrijven. Ja. Hij zegt, we weten gewoon de oorzaak niet. Dus het is echt de 20e eeuw dat het toevallig is. Hoewel die mate van toeval nog steeds niet compleet is opgehelderd. Of die kwantummechanisch van oorzaak is. Of door kosmische straling of zoiets komt. Dus in die zin heeft hij ook nog wel gelijk. Dat we in veel gevallen de oorzaak van die mutaties gewoon niet goed kennen. Ja. Dus dat punt blijft staan. Maar hij heeft wel de rol van het echte toeval onderschat. Omdat hij dat niet wist. Maar dat maakt natuurlijk wat je zei over het verschil tussen Darwin en Lamarck niet minder waar. Want toeval speelt daadwerkelijk een rol in Darwin's analyse. Dus het element van toeval zit niet in de mutaties. Hij zegt, we weten niet hoe ze ontstaan. Dus hij is ook een van diegenen die zeggen, toeval is hier een woord voor onwetendheid. Maar toeval speelt een rol in de ontmoeting tussen mutatie en omgeving. Dus de mutaties ontstaan voor redenen die ons onbekend zijn. Maar het zijn niet mutaties die ontstaan onder invloed van de omgeving. Ze ontstaan en dan lijken sommige dus achteraf voordelig te zijn. Meer aangepast aan de omgeving en andere minder. Terwijl natuurlijk, en dat is wat jij heel duidelijk zei, in het geval van Lamarck is het zo dat mutaties ontstaan onder invloed van de omgeving. Dus mutaties zijn al doelgericht op de omgeving. Dus er is wel, dus Darwin zegt wel expliciet dat toeval een rol speelt, maar het is in een andere zin dat voor de neo-darwinistische synthese. Dat klopt. Dus dat staat uitgebreider in allerlei boeken, zoals dat van mezelf en in veel betere boeken. Dus dat klopt. Maar ik vraag me af of jij het daarmee eens bent, om dat als de ondermijning van doelgerichtheid te zien. En je hebt dus nog steeds vooral christelijke wetenschappers die een voor mij heel ongemakkelijk compromis proberen te vinden tussen het accepteren van darwinistische evolutie en de rol van toeval daarin. En toch de doelgerichtheid van de schepping waar hun geloof op is gebaseerd. Dus ik neig er heel sterk naar om het darwinisme te zien als een echte ondermijning van die doelgerichtheid. Maar je hebt dus serieuze intellectuelen die dat ontkennen. Hè? Can't have your cake and eat it, zou ik zeggen. Maar die dus wel hun cake willen hebben en opeten. En ook dat citaat... Ja? Nee, ga door, sorry. Nou ja, dat citaat van Max Weber, dat is dus heel erg in mijn zin, en van Weinberg. Maar je hebt mensen die het daar dus heel erg mee oneens zijn. Die het misschien ook nog eens met Jung oneens zijn. Dus Jung speelde niet een of andere christelijke kaart. Maar je kan wel ook nog eens een christelijke kaart spelen en zeggen dat je het begrip zin mist. Dat was dus niet de reden voor Jung om dit te zeggen. Maar je hebt ook religieuze argumenten om te zeggen dat de natuurwetenschap iets essentieels mist. Ja.
Nee, absoluut. Ik ben het hier volledig met je eens. Er is ook een lijn te trekken tussen Hume en Darwin via een zekere Paley. Hij was de auteur van een boek Natural Theology, waarin dus een beroemde verse, dat ken je heel goed, van die argument from design in zat. Dus Hume had natuurlijk het argument van design bekritiseerd. Het idee dus dat een wereld vergeleken kan worden van een horloge. En de wereld is te ordelijk en zo. Het kan niet het product van toeval zijn. Er moet een architect zijn. En Hume had een heel scherpe kritiek op dit argument. Toen kwam Paley met een nieuwe versie. En Darwin was eerst afhankelijk echt onder indruk van het boek van Paley. Hij zei dat het een van de meest interessante boeken was die hij had gelezen. En hij had het idee dat hij echt met een antwoord moest komen op Paley. Dus een deel van The Origin gaat erop in. En een van de punten van Paley, hij gebruikt het voorbeeld van het oog. Als een orgaan dat te perfect is, waarin alle onderdelen zo goed op elkaar zijn afgestemd, dat het niet het product van toeval kan zijn. En Darwin zegt uiteindelijk, ik vond het een heel sterk argument, maar ik heb nu een antwoord daarop. En natuurlijk is het oog, van menselijk oog, een heel complex orgaan dat het product is van een opsomming van hele kleine mutaties die dus iets wat zo complex uiteindelijk kunnen produceren. En de complexiteit ontstaat uit het feit dat iedere keer dus worden de voordelige variatie geselecteerd en behouden en worden dan wel overgedragen aan de volgende generatie. Dus ik ben het echt met je eens. Wat wel het geval van Darwin ingewikkelder maakt, is het feit dat wetenschappers metaforen gebruiken. En de metafoor van de natural selection is dan een metafoor die zich ook leent voor meer een teleologische interpretatie. Dus ook binnen de Darwiniaanse wereld zijn mensen die Darwin meer als een teleologische denker willen interpreteren, omdat hij zegt, nature chooses, nature picks. Dus het is altijd de natuur die kiest. Dus op het moment dat je de personificatie hebt van de natuur en de natuur kiest, hij maakt ook een vergelijking tussen natuurlijke selectie en artificiële selectie, waarin fokkers en telers dingen selecteren. En dat is natuurlijk wel doelgericht. En dus op het niveau van de metaforen gaat het soms mis. En ik weet niet of je dat ook van andere disciplines herkent, dat het moeilijk is voor wetenschappers om zich niet te beroepen op metaforen die soms een andere lading hebben misschien dan de theorie zelf. Ja, dat probleem heb je vooral in de neurowetenschappen. Dus nee, dat is waar. Hier wil ik nog één ding over zeggen, over de nog grotere rol van toeval dan in het klassieke Darwinisme. Dat als je het heel strikt zegt, dan zou je zeggen, de natuurlijke variaties van erfelijke eigenschappen zijn toevallig. Maar de natuurlijke selectie is een deterministisch proces. Voor zover ik begrijp, is ook het proces van natuurlijke selectie veel toevalliger dan Darwin dacht. Dus je hebt eigenlijk een rol van toeval op twee niveaus. Zowel in de genetische variaties als in het uitspelen daarvan door selectie. Ja. Dus ook dat is veel rommeliger dan hij dacht op grond van zijn studie. Inderdaad, zoals je zegt, van het fokken van duiven en hondenrassen en zo. Ja. Ja, ja. Mooie discussie zover. Ik stel voor dat we even naar een column gaan luisteren. Kierke, kom er maar bij. Hallo, ik hoop dat iedereen mij zo goed kan horen. Eerst voordat ik begin met lezen, dacht ik dat ik nog twee punten maak. Die hopelijk helpen met de inbedding van mijn column in de discussie die al gaande is. Ten eerste zal het in mijn column vooral gaan over wat Carla Rita zojuist al epistemologisch toeval noemde. Dus toeval in de zin van onvoorspelbaarheid of het gebrek aan kennis over een bepaalde situatie. En daarin zullen we denk ik ook iets zien wat toevallig nauw gerelateerd is aan wat Alexander in de chat al opmerkte over de dobbelrobot. En ik ben erg benieuwd hoe dat discussie zal beïnvloeden. En als tweede noot zou ik willen inhaken op wat Klaas aan het einde van zijn lezing zei over zin en toeval. Dus het beeld dat hij schetste betekende eigenlijk dat toeval een soort aanval vormt op alle concepten van zin binnen het menselijk bestaan. In de case studies die ik in mijn column aan het licht wil brengen, is dat misschien niet per se het geval. Wordt er eigenlijk naar
naar het toeval op zoek gegaan om iets van zin of een soort emotionele band met de wereld aan te gaan. Ja, dat is eigenlijk wat ik vooraf wilde zeggen. Dan zou ik nu beginnen. Het toeval opzoeken. In de kelder van de bibliotheek waar ik als kind kwam, was een zogenaamde spelotheek gevestigd. Je moest een donkere trap afdalen om er te komen en aan de balie zaten altijd twee spelothecaressen die de stukjes van de ingeleverde puzzels aan het natellen waren. Ik kan me herinneren dat ik daar ooit een speciale editie van het Mens Ergier niet-spel heb geleend. De versie die we thuis hadden bestond uit een gehavend kartonnen bord en een jampot die gevuld was met allerhande pionnen, fiches en dobbelstenen. En dat werkte uiteraard prima. Maar de versie van de spelotheek was anders. In het midden van het speelbord zat namelijk een plastic stolp bevestigd, met daarin een dobbelsteen die je kon rollen door op de stolp te drukken. Misschien had de spelotheek deze editie aangeschaft omdat het betekende dat er zo tenminste één onderdeel minder in de doos zat dat kwijt kon raken en nageteld moest worden. Maar voor mij veranderde die stolp de hele aard van het spel. De strategische elementen van Mens Ergier Niet zijn zo goed als verwaarloosbaar. En misschien zorgt dat er wel voor dat het gooien van de dobbelsteen in dit spel zo'n emotioneel geladen handeling is. Je wilt extra lang schudden, je wilt hard in je vuist blazen en vurig bidden dat je eindelijk een 6 gooit. Maar met zo'n drukstolp kon je de dobbelsteen niet aanraken, waardoor de uitkomst een onpersoonlijk en mechanisch karakter kreeg. Het werd inderdaad makkelijker om je niet te ergeren. Mensen hebben dingen graag in de hand. In de meeste sferen van ons handelen worden zoveel mogelijk dingen gemeten, berekend en voorspeld. Maar er is een aantal situaties waarin we het toeval, begrepen als een gebrek aan voorspelbaarheid, juist actief opzoeken. Kansspelen zijn daar een goed voorbeeld van. Het is leuk om jezelf onder gecontroleerde omstandigheden aan het lot te onderwerpen. Paradoxaal gezien komt daar vaak een hoop technisch gesleutel bij kijken. Het kan behoorlijk veel moeite kosten om een object te creëren dat zoiets als echte willekeur kan genereren. De wetenschapsfilosoof Ian Hacking schrijft in zijn boek The Emergence of Probability het volgende over een stel Egyptische dobbelstenen in het Museum van Oudheden te Cairo. The guards kindly allowed me to roll them for a long afternoon, and they appear to be exquisitely well balanced. Indeed, a couple of rather irregular-looking ones were so well-balanced as to suggest that they had been filed off at this or that corner, just to make them equiprobable. En spelletjes zijn niet de enige contexten waarin we actief naar onvoorspelbaarheid op zoek gaan. Soms is er een situatie waarin een arbitraire beslissing genomen moet worden. En dan kan het omwille van onpartijdigheid beter zijn om loodjes te trekken. En soms wordt het toeval opgezocht om esthetische redenen, omdat een weloverwogen en strak geplande aanpak niet hetzelfde resultaat op zou kunnen leveren als een toevallig proces. Er zijn er genoeg kunstenaars, Pollock even buiten beschouwing gelaten, die in hun werk systematisch gebruik maken van toevalligheid. Neem bijvoorbeeld de Canadese schrijfster Anne Carson. Carson combineert in haar werk veel verschillende genres en schrijfvormen. Essays, gedichten, vertalingen en toneelstukken, maar ook epitafen, gnosticismen, tango's en documentaires. In een interview laat Carson blijken dat ze het organiseren van haar werk tot publiceerbare bundels een uiterst vervelende taak vindt. En daarom laat ze het vaak liever aan het toeval over. It saves you a lot of worry, zegt ze. You know, all that thinking. Haar in 2016 gepubliceerde bundel Float omzeilt Carson het probleem van volgorde op een ingenieuze manier. De collectie is niet uitgegeven als een gebonden boek, maar als een plastic cassette waarin 22 losse chapbooks zitten. Je slaat de bundel dus niet open, maar je schudt de inhoud, die geen vaste volgorde kent, er letterlijk uit. De volgorde waarin de boekjes vallen en waarin ze gelezen worden, wordt door het toeval bepaald. Carson zet toeval niet alleen in bij de vormgeving van haar werk, maar ook bij het schrijven zelf. Zo is er het gedicht By Chance the Cycladic People. Dat bestaat uit een lange reeks genummerde stellingen over de bronstijdbeschaving op de Griekse Cycladeeilanden. Deze stellingen variëren in toon van archeologische gegevens tot lyrische speculaties.
en dragen samen bij aan Carson's karakteristieke stijl, die Teju Cole beschreef als the collision of oracle and anachronism. En de genummerde stellingen zijn vervolgens in willekeurige volgorde gezet. De lezer kan de nummers volgen en het gedicht lezen als een soort samenhangend essay, of de toevallige volgorde aanhouden, waarbij nieuwe en verrassende juxtaposities ontstaan. Aan het einde van het gedicht staat vermeld: This poem was composed using the random integer generator. Deze random integer generator kan worden gevonden op de website random.org. Zoals de homepage van deze website adverteert, levert random.org true random numbers to anyone on the internet. The randomness comes from atmospheric noise, which for many purposes is better than the pseudo random number algorithms typically used in computer programs. Filosofisch gezien is dit een interessante uitspraak. Wat wordt er precies bedoeld met true randomness? Atmosferische ruis is radioruis, die wordt veroorzaakt door elektrische ontladingen in de atmosfeer. Wil random.org zeggen dat bliksemflitsen ongedetermineerde verschijnselen zijn? Het lijkt mij niet dat er hier een dergelijke claim wordt gemaakt. Het punt lijkt eerder te zijn dat de causale processen achter de 40 bliksemflitsen die er gemiddeld per seconde op aarde plaatsvinden, dusdanig complex zijn dat atmosferische ruis, praktisch gezien, volledig onvoorspelbaar en dus in de epistemologische zin van het woord helemaal willekeurig is. Maar als het alleen maar een kwestie van ons gebrek aan kennis is, heeft het dan wel zin om te spreken over true randomness en pseudo-randomness? Zou een minder complex causaal proces, zoals dat van een algoritme, epistemologisch gezien niet even toevallige uitkomsten leveren, zolang we maar geen kennis van dit proces hebben? Uiteindelijk lijkt het mij dat hier sprake is van een emotionele dimensie. Praktisch gezien maakt het niets uit of je worp bij mens erg je niet tot stand is gekomen doordat je 3 keer in je hand blies of doordat je op een plastic stolp drukte. Ik kwam er trouwens achter dat zo'n stolp een dobbelautomaat heet, wat grappig is omdat het Griekse woord automatos niet alleen spontaan maar ook toevallig kan betekenen. En praktisch gezien maakt het niets uit of de willekeurige nummers die je gebruikt om een tekst te structureren door een algoritme zijn gegenereerd of door middel van atmosferische ruis. Maar dat wil niet zeggen dat het niets toevoegt. We schrijven onweer niet meer toe aan de gillen van een oppergod, maar het heeft nog altijd iets poëtisch om een gedicht door het onvoorspelbare ritme van de bliksem tot stand te laten komen. Ja, dankjewel, Kierke. Heel erg mooi. Klaas, Carla Rita, hebben jullie wat op te merken, aan te merken, reacties? Nou, de dames gaan voor. Ik vond het heel poëtisch inderdaad. En ook eigenlijk heel goed aansluiten bij. Dus er kwamen heel veel elementen terug, toevallig van onze discussie. Dus spel, toeval bij spel, inderdaad. En ook het thema van de zin vol de karakter. Dus het feit dat we zin willen toevoegen aan wat er toeschrijft, aan wat er gebeurt. En dat is ook iets waar ik ook straks misschien weer ook een vraag heb voor Klaas en ook voor Kierke misschien. Maar Klaas, ga jij eerst. Ja, ik vond het een ongelooflijk leuke column en mijn bewondering is groot dat jij, Kierke, gewoon in 5 minuten veel interessantere dingen weet te zeggen dan ik zelf in een half uur. Dus daarvoor een compliment. Die herinnering aan de spelotheek heb ik ook, hoewel ik volgens mij veel ouder ben dan jij, maar dat bestaat dus al heel lang. Ik hoop dat ze ook nog steeds bestaan. Inderdaad, dat bij een natellen van de weer ingeleverde puzzels. Dus wat jij, nou je zegt heel veel dingen, maar een van de dingen is dat je inderdaad door het toeval op te zoeken eigenlijk het leven rijker kan maken. Dat ontken ik niet. En dat zegt natuurlijk ook Epicurus. Dus zijn hele bedoeling met die zwenking was juist om alle rijkdom van het leven toch weer uit die atoomfilosofie te krijgen. Door die zwenking, want als die atomen gewoon recht naar beneden vallen, dan gebeurt er niks, dan is de wereld eigenlijk dood. Dus het oeridee van hem dat toeval een bron is van creativiteit, dat zie ik terug in jouw column,
En daar ben ik het wel mee eens. Maar dat sluit niet uit dat het doelgerichtheid ondermijnt. En wat volgens mij een verwarrend punt is, wat ik trouwens ook eigenlijk van Carla Rita uiteindelijk ooit heb geleerd, is dat een proces kan toevallig zijn en onveroorzaakt en bijna alle dingen niet zijn, van alle tegenpolen die er zijn behandeld vanavond, maar vooral onveroorzaakt zijn, maar zelf wel als oorzaak kunnen fungeren. Dus als je weer neemt ontmoeting op een veerboot tussen twee latere geliefden, nou, dat is een toevallige gebeurtenis, maar die heeft een enorme oorzakelijke lading voor het verdere leven van dat duo, waar ik dan zelf ook de helft van ben in dit geval. En dat maakt het denken hierover heel erg subtiel. Dus wat je eigenlijk zegt in je column is dat je toeval kan gebruiken om het leven te verrijken, maar dat maakt het nog steeds niet doelgericht. Er is niet een denkfout, maar de mogelijke verwarring is, dus nogmaals, dat een toevallig ontstaan proces, zoals de uitkomst van een worp van de dobbelsteen of van roulette, kan enorme causale gevolgen hebben. Maar dat maakt het nog niet minder toevallig, de hele zaak. En daardoor ook in mijn ogen niet doelgericht. Maar goed, de hele sfeer die je oproept met die column vind ik uniek. Die atmosferische ruis, dus een ander punt wat je aanspreekt, is wat het maakt. Ik hoor allemaal lawaai intussen. Ik hoop dat ik de enige ben die dat hoort. Maar zijn jullie er nog? Ik ben er nog. Ik hoor allemaal rare dingen. Maar goed, dus het idee of een random generator gebaseerd op atmosferische ruis, of die beter of slechter is dan zo'n pseudo-random generator in een computer, en je zegt dat dat eigenlijk niet uitmaakt. Het is wel zo dat er steeds krachtigere berekenbaarheid door snellere en betere computers kan een pseudo-random generator, die dus op een algoritme is gebaseerd, kan vrij makkelijk gekraakt worden. Dat is dus inderdaad voor atmosferische ruis niet het geval, om de reden die jij noemt. Dus het is wel degelijk een causaal proces, maar de oorzaken of de factoren die het proces bepalen, die liggen ver uit elkaar en zijn zelfs onbekend. En ik hoor alleen maar lawaai op de achtergrond. Of ben ik de enige daarin? Ik ook. Alsof er bijna een verhuizing plaatsvindt of een kamer wordt afgebroken. Ik hoop dat de luisteraars dat dan niet horen. Dus het is wel degelijk zo dat die pseudo-random generatoren op computers die beginnen het af te leggen tegen natuurlijke processen als atmosferische ruis. En de claim van quantum-random generatoren is nog sterker. Die kan je commercieel kopen. Dat is bijvoorbeeld een bedrijf, ID Quantiek in Genève. Een paar duizend euro kosten die. Die spugen dus random sequences van getallen uit. En de claim is dat die absoluut toevallig zijn op een veel fundamentelere manier, zelfs dan atmosferische ruis. Hè? Want bij atmosferische ruis kan je zeggen, in principe een almachtige, die alle configuraties in het heelal kent, voor die zou het niet toevallig zijn. En de claim van kwantummechanica is dat zelfs voor de almachtige, de universele fysicus, de uitkomst van zo'n kwantumproces wel degelijk toevallig is in de meest absolute zin. Tenminste, als Einstein geen gelijk had daarover. Dus er is toch wel een belangrijk kwalitatief verschil. Dus die pseudo-random generatoren van computers, die algoritmisch zijn, die staan te logisch, maar zoals jij geleerd zei, ook niet epistemologisch, op dezelfde voet als atmosferische ruis. Namelijk, in principe is het proces bekend, maar in de praktijk niet. En die quantum random generatoren, daarvan hopen of denken we dan, die zijn zelfs in principe random, met de beste kennis van de wereld, tegen Spinoza en het middeleeuwse idee dat iedere vorm van toeval door onwetendheid komt. Dus daar is van alles over te zeggen. We hebben trouwens, we hadden in 2016 de week van het toeval en op de RU, en daar hoorde ook een loterij bij. En daar is de winnaar ook bepaald door zo'n random generator van die website die atmosferische ruis gebruikt. Dus zelf geloof ik daar ook sterk in. Ja, dank jullie wel allebei. Ik ben het volledig eens met beide punten die Klaas maakt.
Ik zou over die atmosferische ruis nog even willen zeggen. Ik vind het vooral grappig hoe de website random.org zijn service eigenlijk adverteert. Omdat er wordt gezegd dat echte random nummers worden gegeven aan iedereen op het internet die er eentje nodig heeft. En je zegt terecht, ja, die algoritmen die kunnen worden gekraakt. Dus in die zin heeft de atmosferische ruis wel degelijk een streepje voor. Maar je kunt je natuurlijk afvragen van hoeveel mensen het erg zouden vinden dat het algoritme gekraakt zou worden voor de doeleinden waarvoor zij die website gebruiken. Dus ik denk dat in heel veel gevallen, bijvoorbeeld dat gedicht van Anne Carson, het niet zoveel uitmaakt of je die atmosferische ruis op het algoritme gebruikt, omdat het geen kwestie van privacy is. Of, nee, maar voor bijvoorbeeld internetbetaling en alles waar HTTPS websites worden gebruikt, dus een secure omgeving. De hele security van zo'n HTTPS-site wordt door random getallen gegarandeerd. Mm-hmm. En daarvan is het dus, daarom kopen banken ook die quantum random generatoren. En ik heb mij laten vertellen dat bijvoorbeeld tot 10 jaar geleden banken heel lang hun toevalsgetallen baseerden op gewoon een groepje medewerkers die ooit een paar dagen hebben zitten dobbelen en daar de uitkomst van hebben opgeschreven. In feite lijkt dat erg op atmosferische ruis en dat is denk ik zelfs beter dan pseudo-random generatoren. Maar dus de huidige technologische infrastructuur is extreem gevoelig hiervoor. Dus bijna alle beveiliging, in ieder geval in het digitale bereik, is gebaseerd op toevallige getallen. En je hebt ook random password generatie en ook het versleutelen van informatie. Daar spelen die toevalsgetallen allemaal een grote rol in. En dus de vraag of die gekraakt kunnen worden is voor zo'n roman, die ik zeker ga lezen, inderdaad niet zo belangrijk. Maar voor jouw bankrekening wel. Ja, dat is een interessant punt waar we het nog niet over hebben gehad. Dus de rol van randomness in veel privacy dingen. Ja, die is zeker een interessant punt. Ja. En over dat eerste punt dat je maakte. Dus je zegt terecht, die Klinamen of die Zwenking kan misschien tot creativiteit leveren of tot flourishing, maar is nog niet doelmatigheid. En dat is denk ik een goed punt, maar dan kun je natuurlijk nog steeds een onderscheid maken tussen het doel en zingeving. Dus aan de ene kant heb je het idee van zingeving, waarbij je nog niet per se het hebt over de manier waarop bijvoorbeeld een god het leven heeft ingericht, zodat mensen dat op een zinvolle manier kunnen uitvoeren. Maar over een veel leger begrip. En dan kun je natuurlijk zingeving hebben in een ondoelmatig systeem of een ondoelmatig conceptie van de werkelijkheid. En dat is denk ik ook wat zo iemand als Epicurus of Lucretius probeert te doen. Iets van zingeving zonder doelmatigheid. Nou, als dat hun doel is, dan waren ze extreem modern. Dat is gewoon een soort existentialistische filosofie in de 4e eeuw voor Christus. Dat zou echt buitengewoon zijn. Dus dan wordt mijn bewondering voor Epicurus nog weer veel groter. Als dat de context was, dan is dat geniaal. En heel modern ook. En volgens mij ook de enige hoop voor het begrip zin. Wat voor mij echt gewoon gestorven is als begrip. Ik vind het niet meer interessant. Maar dat is inderdaad de enige betekenis die het kan hebben. Dus het is in een doelloos universum maken wij zelf zin wat niet tot enig doel bijdraagt, maar een soort illusie opwekt. Ja, als ik het me goed herinner, is er als het om de interpretatie van de passages in Epicurus aankomt nogal veel discussie over of dat begrip van klinamen of zwenking is geïntroduceerd met als doel een soort idee van doelgeving of met het idee van we moeten variëteit uitleggen. En als je zegt het is alleen maar om variëteit uit te leggen, dan kun je het dus doen zonder doelmatigheid. Oké, okay. Nou dat zou ook weer heel modern zijn. Jeetje. En dat zeker modern is aan Epicurus dat ook allemaal gepaard gaat met een kritiek op bijgeloof.
Dan heb je inderdaad de dubbele rol van toeval op het niveau van de kosmos. Dus die zwenking van de atomen die ervoor zorgt dat werelden kunnen worden gevormd. Dat atomen elkaar ontmoeten dan dus constellaties vormen. En dat staat in Lucretius, maar waarschijnlijk komt het van Epicurus, op het niveau dus van menselijk handelen. Dus de klinamen als eigenlijk dus beginsel van vrije wil. Waardoor ons handelen niet gedetermineerd is. Dat had ik ook begrepen. Dat belangrijk. In ieder geval, ik geloof dat Aristoteles zo over hem schrijft. Alsof die dit allemaal belachelijk maakt. Ja, dat een belangrijk doel was. Jeetje, we zouden ook allemaal klassieken moeten gaan studeren. Hè, om dit echt te begrijpen. Nou, Kierke, jij bent toch ook klassicus? Ja, klopt. Ja, nee, oké. Op onze middelbare school werd Epicurus niet behandeld. Het was een jezuïetenschool. Ik heb wel iets geleerd, maar dat was onder de verboden boeken. Schande. Mag ik even reageren op het punt van de zingeving? Ik wil teruggaan op wat Klaas aan het begin zei. Je eerste voorbeeld was de ontmoeting natuurlijk op die boot. En wat je zei, dus ze had op een andere boot moeten zijn. En ik had misschien ook, ik zat ook toevallig op die boot. En wat ik iedere keer moet denken is, iedere dag komen wij dus net te laat of net te vroeg bij een afspraak, omdat we dus wel of niet door een groen licht zijn gereden. Iedere dag zijn er mensen die de bus missen, die op een andere trein stappen en zo. En als dat geen invloed verder heeft op je leven, zo zijn het dingen die ongemerkt gaan. Op het moment dat er een gebeurtenis natuurlijk plaatsvindt, zoals de ontmoeting met een geliefde en zo, die zijn gebeurtenissen die in onze zelfnarrative, in het verhaal van ons leven, zo'n prominente plek krijgen, dat we dan ook willen weten hoe dat is gebeurd. En dan gaan we op zoek naar de oorzaak, dan reflecteren wij daarover. En dan merken wij hoe toevallig dat is. Maar alles wat we, dus op iedere dag gebeuren, is heel veel van zulke dingen. Iedere keer dat er een vliegtuigongeluk is, krijg je te horen natuurlijk dat er iemand is die net te laat was, of juist dus een vlucht was bij die niet had moeten zijn. En dat gebeurt iedere dag natuurlijk. Dit is de reden waarom vliegmaatschappijen een overboeking doen. Want ze weten statistisch gezien dat 10% van de mensen niet komt opdagen. En dan vergeet je het natuurlijk wel, als het geen verder invloed heeft op je leven. Dus is het niet zo eigenlijk, dat wat je zegt, dat die ontmoeting net onwaarschijnlijk was als alle kleine gebeurtenissen in onze dagen. Maar het is alleen dat we dan, het zijn bepaalde gebeurtenissen waaraan we dus een bijzondere betekenis willen toeschrijven. Nee, dat klopt. Dus die betekenis wordt er alleen maar intern aan gegeven. Die is er vanuit een soort kosmisch standpunt dus eigenlijk ook niet. Daar ben ik het mee eens. Er is ook een ander aspect daaraan. Wat weer tegenspreekt. Dat is een match made in heaven. In de letterlijke zin van, er is een soort dirigent die dit allemaal heeft veroorzaakt. Dat op zich gaan er natuurlijk heel veel veerboten in de wereld. Waarschijnlijk de tienduizenden, misschien wel 100.000 per dag. En heel veel mensen ontmoeten elkaar of ontmoeten elkaar niet. En eigenlijk precies in lijn met wat jij zegt. De meeste mensen die elkaar op een zeg maar zinloze manier ontmoeten, die gaan daar niet over vertellen. Die vergeten dat meteen weer. En ik denk dat het iedere dag wel ergens voorkomt, dat twee mensen elkaar op een hele zinvolle manier ontmoeten. En dat springt eruit. Maar dat verandert op zich niets aan de kansrekening van die hele gebeurtenissen. Het is net als met het drie keer winnen van een loterij. Dus dat is gebeurd. Dat geeft een hele kleine kans. Maar er zijn natuurlijk heel veel loterijen in de wereld. En als iemand hem drie keer wint, dan komt dat in de krant. En als iemand hem niet wint of niet twee keer achter elkaar wint, dat komt niet in de krant. Dus het is ook maar waar je zeg maar publiciteit aan geeft. Ja. Dat is precies het punt wat jij maakt. Wat het narratief beïnvloedt. Maar dat verandert niets aan zeg maar de kansrekening en het al dan niet bestaan van zin of hogere regie. Wat Jung toch eigenlijk wel bedoelt. En daarom ben ik het ook niet met Jung eens in dat opzicht. Dus als er zin is, die moet wel ergens vandaan komen. Maar die voegt eigenlijk niets toe aan de verklaring van dit soort gebeurtenissen. Dus die kan je gewoon begrijpen. Dat is een toevallige ontmoeting op een boot met verstrekkende gevolgen. Of het vier keer winnen van een loterij. Dat kan je duiden zonder een beroep te doen op een hoger begrip van zin. Ja.
En Kirke is begonnen met een herinnering aan zijn jeugd, aan haar jeugd. Ik weet, als kind vond ik altijd iets heel fascinerend, namelijk dat er een asymmetrie is van de uniciteit van wat er gebeurt en de onbepaaldheid van wat niet gebeurt. Dus je weet natuurlijk, als je niet op die boot was geschrapt, had je dus die ene persoon niet leren kennen. Dat staat vast. Dus die gebeurtenis is uniek. Maar er zijn hoeveel andere mogelijke mensen die je had kunnen ontmoeten. Dus het punt is, misschien wat ik zeg, echt ja, een kinderlijk gedachte, maar dat vond ik altijd heel fascinerend. Dus wat er gebeurt is per definitie uniek, en wat er niet gebeurt, is niet uniek. Er zijn heel veel dingen die niet zijn gebeurd. Nee, daar ben ik het mee eens. Alleen, dus, zoals we net bespraken, binnen de klasse van unieke gebeurtenissen springen sommigen eruit. Ja, en anderen zijn een soort routine unieke gebeurtenissen. Ja. Ja, en ik zou ook willen zeggen dat dat idee van narrativisering of uitlichting van dat wat er zinvol was, dat ook een manier kan zijn, en ik denk ook is in het huidige narratief binnen bijvoorbeeld populariserende natuurwetenschap, waarin zinloosheid of doelloosheid eigenlijk juist wordt ingezet als een soort versterkend middel om een soort verwondering op te wekken. Dus als je bijvoorbeeld Carl Sagan neemt of zo. Daarbij wordt juist doelloosheid of onwaarschijnlijkheid benadrukt. Om daarbij een soort idee van verwondering of zinvolheid van het bestaan dat er toch onwaarschijnlijkerwijs is te benadrukken. Nee, dat klopt. En de Sagan zegt dat over de kosmos. En de evolutiebioloog Stephen Jay Gould zegt dat, of nou, die is dood, net als Sagan, die zei dat ook voortdurend over de biologie. Dus juist omdat het zo toevallig is, is het zo ongelooflijk wonderbaarlijk. Dus daar ben ik het helemaal mee eens. Dus dan wordt juist inderdaad de kracht van het toeval benadrukt. Dus ik kan bijna zeggen, omdat het zo toevallig is, is het zo wonderbaarlijk. Daar ben ik het helemaal mee eens met Sagan en Gould in dit opzicht. En net als met zo'n toevallige ontmoeting. Juist het feit dat het zo toevallig is en het wonderbaarlijk goed paste allemaal en klikte, dat geeft ook een soort verplichting om het te behouden. En dat geldt ook voor het, ik wil niet al te moraliserend worden, maar het geldt ook voor het leven op aarde. Dus alle mogelijke dimensies is dat heel toevallig ontstaan en heeft zich toevallig ontwikkeld. Mens had er helemaal niet hoeven zijn, zelfs gegeven leven op de huidige chemische basis. En juist dat enorme toeval, vind ik, maakt het de moeite waard om het te behouden en niet te vernielen. Dus dit is allemaal, dat is ook van Sagan, was dat een belangrijke boodschap. Daar was hij heel vroeg mee. Gewoon het feit dat wij de aarde aan het ruïneren zijn. Dus Carl Sagan was een van de eerste mensen die dat zeiden. En die serie Cosmos, waar je waarschijnlijk naar refereert, ook echt iets in herinnering voor mij, die had ook als doel om aan te geven hoe mooi de toevallige aarde is en dat we dat echt moeten redden. Zij was zijn tijd ver vooruit daarmee. Dan heb ik nog wel een vraag uit de chat die wellicht een nieuwe draai kan geven aan het gesprek. De vraag komt van Isabel, of ik moet eigenlijk zeggen, het zijn meerdere vragen bij elkaar, maar ga ze achter elkaar stellen en dan zoeken jullie maar uit. Veronderstelt de huidige negatieve definitie niet het determinisme van het westerse denken? Is dit niet een illustratie van ons westerse denken? Hoe is het toeval binnen niet-westerse denken gedefinieerd? Jeetje, wat een goede vraag. Ik geloof niet dat het... het antwoord op het eerste lijkt mij nee, als ik de vraag goed begrijp. Dus het feit dat toeval in alle gevallen die ik ken en heb besproken negatief is gedefinieerd, veronderstelt zeker niet determinisme. Dus juist in de indeterministische kwantummechanica is determinisme zelf de tegenpool. Die wordt juist ontkend. Het tweede deel van de vraag is erg interessant en daar weet ik heel weinig van. Dus hoe over toeval in niet-westerse culturen wordt gedacht en werd gedacht, zou ik heel graag willen weten. En misschien weet Carla Rita daar meer van. Maar ik weet dat gewoon niet. Eerlijk gezegd weet ik dat niet. Ik weet bijvoorbeeld dat de literatuur is over invloed van, dus de relatie tussen, vergelijking tussen Hume's toevalbegrip en boeddhistische filosofie, maar daar ben ik echt niet expert. Maar ik weet niet of Kierke er iets meer over weet.
Maar ik ben het zeker met Klaas eens dat er niet één westerse manier is om naar toeval te krijgen. Er zijn juist heel veel opposities en discussies. Dus, Nee, ik geloof wel dat het hoofdstuk van Hans Thijs, dus even in het boek wat er zijn. Dus dat boek The Challenge of Chance, wat je dus gratis kan downloaden, daar staat niet alleen een erg mooi hoofdstuk van Carla Rita en Christoph Lüthi in, maar ook van Hans Thijssen over toeval in het Oosterse denken. Dat essay ken ik trouwens wel, dus ik weet er wel iets van. Dat gaat helemaal daarover. En voor zover ik me nu kan herinneren, zit het een beetje tegen het stoïcisme aan. Dus in de zin dat je kan het stoïcisme, ik weet hier weinig van, maar je kan dat toch zien als een levenshouding om niet geraakt te worden door het toeval, door het noodlot, om daar eigenlijk voor te immuniseren. En dat is heel prominent ook in het Oosterse denken. Dat je zoveel controle eigenlijk houdt, dat je gewoon nergens meer last van hebt. Dat je ook geen behoeftes meer hebt. Dus dan maakt het ook niet uit of die bevredigd kunnen worden of niet. Dat lijkt me een heel Oosters idee. Maar goed, Hans Thijssen legt dat allemaal op veel professionele manier uit. En een andere reden om dat boek een keer ter hand te nemen. Zijn er nog interessante vragen in de chat? Olaf, je bent mute. Je moet je unmuten. Sorry, ja, zo gaat het beter. Er is nog een vraag van Sander, die weer teruggrijpt over het verschil tussen betekenis en zin. Dat is een lange vraag. Dus, de vraag wordt specifiek gesteld aan Klaas. Met betrekking tot zijn laatste slide over zin, gebaseerd op een verschil van Richard Rorty, volgens mij. Ik moet denken aan het verschil tussen zin en betekenis, waarbij de zin van iets kan ontbreken, want toevallig, maar we er alsnog betekenis aan kunnen geven. Match made in heaven. Bij Klaas' stelling zou je je dan kunnen afvragen in hoeverre een wetenschappelijk perspectief wel rekening kan houden met betekenis, of soms zelfs betekenis kan geven, ook als er geen zin meer is. Nee, dat is een hele goede vraag. En in feite hebben we die al enigszins besproken, namelijk in het gesprek een paar minuten geleden, waarin ik zei, en bevestigd door Carla Rita, dat uit een toevallige gebeurtenis kan iets heel betekenisvol ontstaan. Zeg een huwelijk of een ramp. En dat maakt de oorspronkelijke gebeurtenis niet minder toevallig, maar die heeft dan wel een grote betekenis. Hè? Dus je kan het ook technisch zeggen, iets onbepaalds kan zelf wel een bepalende werking hebben. Iets ongedetermineerd kan zelfs de basis van een verdere causale of deterministische ontwikkeling zijn. Maar misschien bedoelt de vraag stellen, het begrip betekenis ook op een meer emotionele manier, zoals ook zin wordt bedoeld. Dus ik ken het werk van Rorty op dit gebied niet, maar ik zal het ter hand nemen. Dus inderdaad, de suggestie is dat waar de natuurwetenschap die zich op toeval baseert denkt zin te ondermijnen, is het misschien zo dat betekenis niet wordt ondermijnd. Dat lijkt me heel redelijk als standpunt. Ik weet niet of de vragensteller hiermee tevreden is, maar dit is zo mijn eerste gedachte daarop. Hij zegt met een uitroepteken inderdaad in de chat. Dus nou zeg. Hij lijkt in te stemmen. Jeetje. Voor de rest wil ik ook nog graag meedelen dat Frank ook hele warme gevoelens heeft bij de spilotheek. En hij daar stevast het grote vuurballenspel haalde. Dan denk ik dat we eigenlijk wel er een beetje zijn. Hartelijk dank allemaal voor het fijne gesprek, voor de lezing, voor de discussie en voor de column. Ik hoop alle kijkers de volgende keer weer te zien. Houd onze social media kanalen goed in de gaten voor de aankondigingen van het volgende café. We hebben weer van alles interessants op het programma staan. Dus we zien jullie dan graag. Tot dan. Okay. Bedankt. Ja, jullie bedankt. Dankjewel. Doei, doei. En tot ziens. Ja. Dag.